Januari van dit jaar ben ik opgebeld door de team director. Eigenlijk met de vraag of ik geïnteresseerd was om met hen de wereld rond te varen. Me bij het team te voegen en ook te activeren voor de Ocean Race. Ja, en nog een mooie co-schipper. Heb je nog andere functies, specialiteiten in dit team? Ja, naast dat ik een van de vier zeilers ben aan boord, heb ik een rol als bootcaptain. Een offshore bootcaptain, dus gelukkig hebben we een heel team aan de kant die ons helpt. Maar op het moment dat we aan het varen zijn, ben ik degene die verantwoordelijk is voor de techniek. En daardoor werk ik hier nu 2 maanden. Al de ins en outs van de boot. We zijn de boot niet aan het bouwen hier in Multiplast. Vandaag is de dek aan de hul gelijmd. En ik ben samen met een team van specialisten eigenlijk ons aan het voorbereiden om alle systemen te installeren, van hydrauliek tot elektronica tot alles wat je kan bedenken wat in een boot is. Dus dat vind ik wel heel erg leuk. Het is een hele technische rol. Verrassend. In principe gaat Boris Herman gaat met deze boot solo de wereld rond met de Van der Globe in 2024. En nu bouwen we de boot om naar een configuratie van 4 mensen. Dus er zitten meer bunks in en eigenlijk deze week hebben we de keuken gedesigned. Dus dat het werkbaar is voor 4 mensen. Daar zitten we dan met z'n allen over te praten en dat hebben we getekend en nu wordt het gebouwd. Varen we veel Figaro, dus short-handed. Veel Figaro trainingen, omdat het Figaro heel groot is in Frankrijk. Het niveau is erg hoog. Toevallig hebben we vandaag dan ook met jou op de GC32 gevaren. Ja, dat was een mooie ervaring, denk ik. Dus het is een combinatie van zeilen, samenwerken, maar het belangrijkste is op dit moment is gewoon die boot bouwen. Ja. En dat is echt dat is een hele job. Ja. Ik heb toevallig op Banque Populaire gevaren, 1,5 week geleden. Maar dat was voor mij mijn eerste ervaring op een Imoca. Ja. Wat was het verschil met 65? Ja, het is een wereld van verschil. Het is een wereld van verschil. Nee. Het is allemaal lichter, het is allemaal meer geavanceerd en het vliegt. Vliegt, ja. Het vliegt. Ja. Ik heb contact met Team Heiner, ik heb ook veel contact met Roy en met Helga. Want uiteindelijk ligt daar wel mijn hart. Daar ben ik begonnen en ik ben dan ook heel erg dankbaar voor de jonge talentenschool die zij daar hebben. Ik heb ook met een aantal leden contact, crewmembers, waar ik mee ben opgegroeid, zeg maar. Ja. Veel daarvan varen nu bij NextGen, de oude Brunel. Dus super gaaf om te zien dat er zoveel mensen actief zijn en dat we met onze lichting deze stap hebben gezet. Je wordt de schipper van NextGen? Geen idee, ik heb geen idee. Nee. De 15e van juni, dan verplaatsen we door naar Lorient en daar gaat de mast er ook op. En eigenlijk in die periode gaan we alle systemen installeren. En dan is de bedoeling dat 19 juli om 10 uur 's ochtends, het is een Duitse planning, dan gaat hij het water in en vanaf dan beginnen we met trainen, testen van de boot en trainen. Ja. Komt er een eerste wedstrijd gepland? We hebben geen wedstrijden gepland. We zullen wel veel tegen andere Imoca's varen. Er worden nu best wat Imoca's gebouwd en Dorian, is echt een gigantische fleet. Ja. Dus we zullen veel line-ups doen met hen en data delen. Ja. Om er zo snel mogelijk achter te komen wat onze boot kan en om het beste ervan te maken. Ja. Ja. Nou, we willen er graag bij zijn, denk ik. Ja, je bent uitgenodigd. Okay, van harte. Dankjewel. Dankjewel.